Hoi, daar ben ik weer. Nou, ik heb geluk. En jullie misschien niet. Want ik had natuurlijk een schuurschijf gemaakt. En daar was ik alweer mee bezig geweest. Omdat die ik eerst heb gemaakt met een motor gemaakt van een centrifuge. En dat ging natuurlijk niet goed. En toen was ik weer verder gegaan om dat te gaan doen. Maar ik heb wat anders gedaan. Ik heb mijn vakantiegeld gekregen. En ik zal jullie even laten zien wat ik daarmee bedoel. Ik heb er één gekocht. Ik heb hem bij HBM Machines gekocht. En die hadden toen een jubileum aanbieding, dus hij was nog wat goedkoper. Het is een best wel een zware machine. Er zat een stuk slang bij met een aansluiting. Er zit een standaard schijf op. Hij weegt, ja, wat zal die wegen? Nou. Op de verpakking staat en op de site staat dat je ongeveer 35 kilo weegt. En het is een borsteloze motor die erin zit met een, even kijken hoor, 1400 toeren en een vermogen van 550 watt. Er zit een remsysteem op, dat als die draait en je wil hem zachter hebben en je wil hem laten stopstaan, kijk. Dan kun je dus met deze knop hier bovenop stopzetten. Er zitten twee van dit soort greepjes bij waarmee je het plateau in een hoek kunt stellen op tot 45 graden. Wat standaard meegeleverd met zo een, en die past hierin, dat als je onder een hoek wilt doen. Er zit zelfs een stofzak zitten bij, maar ja, die gebruik ik niet. Er zit standaard een schijf op. Ik denk dat het een P80 is. Een aansluiting voor naar de stofafsluiting. En ik had zelf dit verloop nog, zodat hij daarop kan aan worden aangesloten. En wat me op is gevallen, is dat hij eigenlijk helemaal niet zo heel veel lawaai maakt. Ik zal het eens laten horen. Het is het lawaai. Ik vind het reuze meevallen. Het meeste lawaai gaat natuurlijk de stofzuiger veroorzaken. Maar je snapt natuurlijk wel wat voor die is. Kijk, dat ik hem nou stopzet. Kijk, dan staat hij dus in no time, staat hij stil. Dus je kunt het zien als een soort stopbeveiliging. Ik heb er het 219 euro voor betaald. Ik kan me wel herinneren dat ik er wel best wel veel verzendkosten voor had. Ik moest 68 euro verzendkosten betalen. Dat komt natuurlijk omdat zo'n zware machine niet standaard geleverd wordt met een PTT of zo. Er komt een speciale vervoerdienst komt ervoor en dat was best wel duur. Tenminste, ik vond 68 euro vond ik dus best wel duur. En maar ja, goed. Ik dacht, waarom zou ik vakantiegeld gebruiken om op vakantie te gaan? Als je in een dorp woont, als waar ik woon, met zoveel natuurgebieden om me heen. En een tuin hebt waar je zomaar naar je zin hebt, hoef je niet op vakantie. Dus dat wou ik je in ieder geval even laten zien. En ik denk dat je hem nog in heel wat video's van mij live gaat zien. Maar dat is niet het enige wat ik heb gedaan. Want ik heb ook nog iets anders gedaan. Nou, wie mij natuurlijk al wat langer volgt op mijn kanaal, weet dat ik een tijd geleden ben begonnen met het zelf maken van een elektrische figuurzaag. En dat ik daar behoorlijk mee geworsteld heb. Dat ik het niet voor elkaar kreeg. Ondanks van alles nog wat ik geprobeerd heb. En daar was ik eigenlijk ook een beetje moe van. Dus, vakantiegeld. Wat heb ik gedaan? Ik heb deze elektrische decoupeerzaag heb ik gekocht. En ik heb wat onderzoek gedaan op het internet. En toen dacht ik van, ja, wat moet ik nou doen? Moet ik nou voor heel weinig geld gaan? En dan zat ik dus aan een 100 euro te denken. En dan zo'n hele lichte machine kopen. Of zal ik toch iets meer geld gaan uitgeven? En dat ik dan een verzoenlijk heb. Het is een gietijzeren plaat. Ook bij deze machine kan ik het werkblad kan ik dus
in een hoek van 90 graden stellen. Hij heeft twee snelheden voor 1400 keer dat hij op en neer gaat en 900 keer dat hij op en neer gaat. En er zit een zaagje bij. We zullen ze even aanzetten, want hij schijnt ook erg rustig te zijn. Zo'n stukje hout erbij pakken. Zoals kijken of dat wil. Nou, dat is natuurlijk niet waarvoor je hem koopt, tenminste, ik niet. Want ik heb er wel wat andere gedachten bij wat ik ermee wil gaan doen. En dat is ook de reden waarom ik toen de tijd natuurlijk een figuurzaag zou willen bouwen. Je kunt hem ook aansluiten op een stof aansluiten. Ook dit is een brandstofloze motor. En er zit hier een aansluiting. En daar past de... Nou, pas deze slang weer op. Dus dan zou ik hem weer aan de afzuiging kunnen zetten. En ik ben er ook van overtuigd dat ik hier weer een aantal hele leuke projecten mee kan gaan doen. Om jullie dat te laten zien. Dus ik ben blij dat ik met mijn vakantiegeld dit heb kunnen doen. En ik hoop dat je hier heel veel plezier weer van gaat hebben. Ik zou zeggen, voor vragen en opmerkingen kun je natuurlijk altijd hieronder even kwijt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende video.